Vandaag gaan we kijken. Even een fantastische mop. Staat een campertje. Ja, moet eens kijken. Lekker campertje. Lekkere worstjes te vinden. Lekker een biertje te vinden. Hartstikke gezellig. We staan gewoon midden op een weg. Nou, fantastisch. We gaan even kijken. Nou, NL Game Minecraft. Beste mensen, welkom. We zijn hier vandaag in een nieuwe gedeelte eigenlijk van de Invasion. En ja, nou, nieuw is het niet echt als je al de Invasion hebt bekeken natuurlijk, want ja, daar is eigenlijk gewoon het meeste tot nu toe heeft zich daar afgespeeld. Het is namelijk, ja, waar we dus uiteindelijk vanaf de stad die je in de vorige aflevering hebt gezien, waar we aankwamen op deze weg en waar we zo reden met de wielen van de bus gaan rond en rond, de wielen van de bus gaan rond en rond. Ja. Ga ik maar niet meer doen. In ieder geval, hier hebben we dus die camper. Die is daar dus aangekomen. En die is helemaal stilgevallen. En toen kwamen we hier gewoon terecht. En dit is ook allemaal gebouwd. Moet je eens kijken. Een motherfucking groot bos, jongens. Een bos, jongen. Moet je eens kijken. Wat groot. En dan hadden we hier een bordje. En daar staat dan Krinkelweg 1. Dat heb ik zelf verzonnen. Vond ik een leuke naam. Krinkelweg 1. In ieder geval, hier kwamen we dus terecht en het is toch best wel een eng bos hoor. Het is best wel een eng bos. En ik zal jullie vandaag in deze aflevering laten zien hoe groot het er allemaal uitziet. Dit is dus nogmaals backstage de roleplay series dat ik wat, ja, de map even ga laten zien van andere kanten wat je normaal niet ziet in de, ja, in de serie zelf. Want dan kun je gewoon niet alles laten zien. Je kan niet ineens zeggen van jongens, laten wij even daar overal naartoe lopen. Dat is niet heel realistisch natuurlijk. Maar wat wel realistisch is, is dat wij dat vandaag wel gaan doen. Oké, nou, in ieder geval heb je hier dus een vuurding of zo. Ik weet niet eigenlijk, ik weet niet eens wat het is eigenlijk. Het is volgens mij gewoon een grotachtig met... Ik zou eigenlijk echt niet weten wat dat is. Maar goed, het is iets. Het ziet er eng uit, weet je wel. Het ziet er eng uit. Als je slash night doet, dan ziet dat er wel eng uit. Dat is waar. Oké, nou, nu is het weer... ik vind het zo vervelend trouwens dat het in Minecraft nacht is. Altijd op elke server waar ik ben, slash day, meteen. Fucking irritant is dat namelijk. En dan ga ik doorlopen en dan kom je hier natuurlijk terecht bij dat hutje. En dit is gewoon een soort van werkhutje. Er staat ook gewoon een bankje en zo. En een beetje creepy tuintje hier wat allemaal uitgestorven is. Daar hebben we onder andere in die chest dingen gevonden. En daar in de verte hebben we zo'n fucking grote boom. Ja, dit zijn ook wel allemaal custom bomen. Dus die zijn ook allemaal gebouwd door het NLG Bouwteam. En die zien er best wel creepy uit. Ze zijn best wel... Ja, best wel bomen, weet je. Ze zijn best wel bomen. En spinnenwebben heb je hier natuurlijk. En dit is wel de vetste boom van de Invasion. Moet je eens kijken hoe groot deze boom is. Holy shit, moet je eens kijken. Gewoon drie... Ja, dat kan je gewoon... Dat is echt een hele grote boom. Vergeleken met die andere bomen. Dus dat is echt een hele vette boom. En dit is het huis natuurlijk. En dit is het huis in de versie dat we de allerlaatste keer hier geweest zijn. Want toen hebben we dat allemaal afgezet in de serie. Tegen natuurlijk de monsters. Zodat ze niet via het huis ook naar binnen kunnen. Dat is best wel vet. Nou, in ieder geval, dit is dus een beetje het huis. En het huis is eigenlijk best wel klein. Het is best wel we hebben gekozen voor een klein huis. Waar niet heel veel te doen is. En dat is ook de reden van ja, dat ze niet echt heel blij waren dat ze daar terecht kwamen. Maar zo zag het er in ieder geval uit toen we dat allemaal hebben gebarricadeerd, noem je dat. Dus dan hebben we echt ook hier die houten dingen gedaan en zo. Nu hebben we in dat texture pack ook gewoon verschillende paintings aangepast natuurlijk. Maar we vonden dat hier beter om dat gewoon met hout te doen. Want dat kon gewoon niet overal op die manier. Dus ja, en hier staat gewoon zo'n stijgertje. Hè? En dan hebben we een heel meer hier. Ja, en in principe is dit best wel... Kijk, dit loopt nog best wel lang door. Ik weet niet waarom we dat überhaupt hebben gedaan. Waarom dit zo... Het is nog echt groot gemaakt, zeg maar. Terwijl we daar nooit zouden komen. Maar ja, dat wisten hun natuurlijk ook niet. Maar dat is allemaal wel neergezet voor niks. Nou, sorry, ja. Dat kan gebeuren. Maar even kijken of we daar nog andere dingen tegenkomen. Want eigenlijk is deze set niet heel bijzonder. Het is eigenlijk puur een heel groot bos, een weg. En ja, grote bomen hier en daar. En natuurlijk dat vakantie... Wat is dit? What the fuck is dat? Dat is een hele rare boom. Het is een vierkante boom. Oké. Nou, dat is logisch. Minecraft is vierkant. Maar hier staat ook een koe. Nou, die is daar ook neergezet. Gewoon voor de... Nee, maar dit is een wipwap volgens mij. Ja. En dan hebben we daar het kampvuur. En dan eigenlijk voor de rest... Wat is het eigenlijk in deze map? Ja, je kunt wel speed 10 doen. En dan zie je waar het ongeveer eindigt. En dat is denk ik... Ja. Nou, dat gaat nog best lang door. Oh ja, dan kom je ineens bij een sneeuwgebied terecht. Dus ja. Nee, dat is niet... kijk hier, gewoon ineens gewoon berggebied.
Dus nee, het is er echt voor gemaakt om puur even op dat stukje te blijven met dat huis. Ja, daar is het. Oké, dan gaan we even binnenkijken. Ja, ik denk dat jullie dat wel allemaal gezien hebben. Ik zal even anders mijn texture pack aanzetten. Dat is wel zo... nee, deze, ja. Ik hoop dat hij het doet. Want dan kan ik gelijk die paintings laten zien. Don, nou gaat het vastlopen. Nee, waarom werkt dat nooit? Bij mij werkt dat nooit om het aan te passen in de game. Fucking raar is dat. Nou ja, oké, boeien. Dat komt de volgende keer dan wel weer. Oké, terug naar John Smith. Hupsakee. Ik hoop dat hij het nu wel doet, anders... Ja. Oké, nou, Invasion Tech Pack wil niet meewerken nu. Maar dan doen we dit even weg. En dan zien we hier natuurlijk het huis. En dat is best wel tof ingericht. Met allemaal, ja, wat er in de texture pack natuurlijk nog helemaal anders uitziet. Oké, en dan gaan we naar boven en dan hebben we hier natuurlijk alle bedden. En ja, in eerste instantie, dit was dus een kast of een wc. Of het is gewoon een wc en een kast tegelijk eigenlijk. Zo hebben we het ook neergezet in de serie. En dan heb je hier natuurlijk gewoon nog allemaal details. En ja, dit is eigenlijk best wel een kleine set. En dan hieronder heb je alleen nog een kelder en daar, ja, vonden we op een gegeven moment... Natuurlijk die gang. En dat leidde nog tot veel meer avonturen. En dat gaan jullie nog allemaal zien. Maar ja, de Invasion heeft best wel veel van dit soort sets. Wat we gewoon gebruiken voor een paar afleveringen. En dan gaan we weer weg. Dus er moet fucking veel gebouwd worden door het bouwteam. Maar ja, dat vinden ze natuurlijk wel leuk. Want het resultaat wordt dan altijd wel... Oh, ik heb het gewoon gesloopt. Het resultaat wordt dan altijd wel vet. Dus ja, dit is eigenlijk gewoon het huislocatie waar het huis is. En dan volgende keer, ja, ik kan nog niet alles laten zien omdat dat dan misschien spoilers zijn. Dus echt als iets afgerond is in de serie zelf, dan pas ga ik met jullie kijken backstage wat er allemaal nog meer in deze map was. Ja, dit is het eigenlijk voor nu. En dan laat het even weten wat jij de volgende keer wilt zien in een nieuwe backstage de roleplay. Ik weet niet eens hoe deze serie heet. Dat weet ik nu nog niet, nu ik het opneem. Maar backstage roleplay series. Wie weet wil je een keer een map zien van Dr. Schmal als je een Dr. Schmal map hebt gezien. Of Prison Interactief. Die is misschien ook wel vet om nog een keer te laten zien. Want dat is echt best wel een groot... Best wel een groot huis. Nou ja, we gaan het zien. Mensen, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je dit tof vond. Als je het tof vond om meer van deze maps te zien. Mappen de map. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.